had eigenlijk al het verzoek gehad vanuit de gemeente en het kunstenaarscollectief hier, Dimitri en Imco, om hier te komen schilderen. Ik wist nog niet precies wat ik wilde doen. En toen, ja, toen vernam ik van het overlijden, onverwachts, veel te jonge overlijden van Prins. Ja, dit is eigenlijk wel een uitgelezen moment. En ik hoorde over dat Hengelo lijkt aan de buitenkant provinciaal, maar dat er heel veel gebeurt hier. Dat het bijna een beetje als Berlijn is. En ik hoorde dat het enorm gewaardeerd zou worden, dat merk ik ook, om juist iets met zo'n groot muzikant te doen. En dat blijkt goed te vallen. We hebben hem uitgenodigd omdat we hem talentvol vinden. Nou, talentvol, het is sowieso een succesvolle kunstenaar. Hij is uniek in zijn manier van werken. Hij werkt op een manier dat, dat het wat tekeniger uitkomt, meer als Rembrandt schilderijen. En hij maakt een moderne tekening vergeleken met de Rembrandt van Prins. En ja, daar is hij dus mee bezig. We zijn bij de Upside bezig geweest. De zijkant van Adolfs die staat nu onder. En we hebben een aantal andere muren in de binnenstad. We hebben zojuist een project gehad in de Art Gallery. Daar hebben we de tussenruimte naar de wc's onder mogen pakken. Dus ja. Maar dit is wel het topstuk, denk ik. Ja, zeker. Dit is tot nu toe op het grootste volume vooral. En de grootste naam die wij hebben weten te verbinden. Tot nu toe. Tot nu toe. De rest van de muur die wordt helemaal gevuld met wat de oude Italianen noemden sfumato. In de periode van, wie kent hem niet, Leonardo da Vinci. Dus dat rokerige, donkere wat je hier op de achtergrond denk ik net in beeld hebt. Dat die schaduw, die zwarte schaduw, die verspreidde zich over de hele muur. En in die achtergrond komt een tekst. Dat is nog een beetje een surprise. Het wordt in ieder geval opgedragen aan Prince. Dat is een soort ode.